Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik dacht, ik kom vandaag nog even iets zeggen. Want er is een nieuw vriendje aangekomen. Die ik ook bij Katelijnen heb besteld. Deze keer een Starbeam. Ik werk naast met de draken, werk ik ook al met andere lichtwezens. Zoals ik al heb verteld. En dit is een prachtige Starbeam. Van blauwe avonturijn. Een echte beauty, zoals dat jullie kunnen zien. Ja. Ik heb dezelfde soort kristal hier trouwens als ketting hangen. Dit is groene avonturijn. Die vind je dus in meerdere kleuren. Dit is blauwe avonturijn. En ja, ik was dus op de webshop van Katelijnen aan het kijken. Naar ze verkocht dus meerdere van deze starbeams. En toen ik de foto's van deze zag, voelde ik meteen een sterke connectie ontstaan. Dus ik heb mijn gevoel gevolgd. Ik heb de roep gevolgd van deze prachtige starbeam. En ik heb deze besteld. Want naast de draken voel ik natuurlijk ook een heel erg sterke connectie met de kosmos. En met de positieve aliens, de sterrenwezens. Sterrenwezens vind ik daar wel een mooiere naam voor. Sterrenwezens. En ja, er zijn er heel veel verschillende die we hebben. Allemaal bondgenoten van de mensen. Bijvoorbeeld, je hebt er van Lyra. Je hebt er van Sirius. Je hebt er van de Andromeda. De Pleiaden heb je natuurlijk ook. Ik heb een tijdje geleden ook een sterreninwijding laten doen. Daar heb ik ook een video over gemaakt. Waarin naar voren kwam wat mijn oorsprong was. Ik ben dus blijkbaar heb ik een heel sterke connectie met zowel de Pleiaden als met Lyra. En ik heb daar blijkbaar ook een sterrenmoeder. En zij is dus ook afkomstig van de Pleiaden en van Lyra. Die van Lyra, dat zijn meer zo de katachtige. Die zien er meer als katachtige wezens uit. En die van de Pleiaden, die worden heel vaak beschreven als lang blond haar. En ook heel groot van de gestalte. Maar het zijn sowieso wel bondgenoten van de mensheid. En ja, tegenwoordig zijn er heel erg veel starseeds op de wereld. Allemaal een mensenlichaam, maar de ziel is dan eigenlijk afkomstig van ergens anders. Maar we zitten dus allemaal in een mensenlichaam. Maar als we overlijden, gaat onze ziel weer terug naar waar we van oorsprong afkomstig zijn. Dus heel vaak terug naar de sterren. Maar soms ook wel als je woord van de natuurwezens of zo afkomstig bent, kan je ook wel terug naar de elfenrijk gaan. Of naar het drakenrijk, het eenhoornrijk. Je hebt echt heel veel verschillende sferen, dimensies waar je terug naartoe kunt gaan. Dat is ook hetgene waar ik heel sterk in geloof wat er gebeurt als je dan uiteindelijk sterft hier op aarde. Je ziel leeft sowieso verder. Je lichaam blijft achter, maar je ziel gaat naar een van deze vele dimensies. Zoals ja, naar de sterren, terug naar de natuurwezens, of naar andere dimensies waar je uiteindelijk afkomstig van bent. En ja, ik ben heel erg blij met deze. Ik pakte deze daarnet uit, dus ik laat hem al direct meteen aan jullie zien ook. Ik pakte hem uit en ik voelde meteen heel erg een licht, zo'n heel licht gevoel over mij heen gaan. Heel erg helder gevoel. Heel erg verfrissend. Het voelde heel erg aangenaam aan. Dus ja, ik ben daar heel erg blij mee. Het is een echte beauty. Een echte beauty. Zoals dat jullie kunnen zien. En ja, ze voelt gewoon heel erg verfrissend aan. Heel erg helder. Heel erg liefdevol. Dus zoals ik al heb verteld, aan elk van zo'n soorten skulls
zit ook wel meestal een lichtwezen aan verbonden. Zo heb je bijvoorbeeld bij de drakenskul, zoals nu bijvoorbeeld hier eentje die ik weer laat zien aan jullie. Mijn waterdraak. Ja, dus daar zit dus ook een drakengids aan verbonden. En ik heb zo ook wel meerdere skulls in huis. Ik heb van de draken al heel erg veel laten zien aan jullie. Dus ik heb heel veel drakenwezens bij mij, allemaal één grote drakenfamilie. Maar ook bij deze prachtige starbeings heb je dan ook wel een sterrenwezen dat eraan verbonden is. Energetisch. Ik ben iemand van, ik kan ze niet meteen zien, maar ik voel ze wel. Je hebt ook mensen met de gave die hun drek kunnen waarnemen, die hun drek kunnen zien, of die telepathisch kunnen communiceren met deze wezens. Bij mij is het echt het voelen. Ik voel de energie er heel erg sterk van. Dus bij mij is het meer heldervoelendheid dat ik als gave heb, dat heel erg sterk ontwikkeld is bij mij. Ik hoop natuurlijk ook op dat ik misschien telepathisch ook wel contact kan krijgen met deze wezens. Of dat ik hun uiteindelijk heb kunnen zien. Maar ja, zoiets kun je natuurlijk niet pushen. Dus ik heb er gewoon vertrouwen in. En ik zie wel van of het voor mij bestemd is of niet. Maar ik sta er wel voor open. Ik heb hun ook altijd gezegd van ik sta er voor open. En als zij mij willen helpen om deze gaven te ontwikkelen, zoals helderziendheid, telepathisch contact met hun, dan zijn ze altijd welkom. Ik heb al gezegd dat ik er heel erg open voor sta, dat ik het wel heel graag zou willen. Maar dat wil niet meteen zeggen dat je er ook echt klaar voor bent. Het kan zijn dat ik het later pas in mijn leven krijg. Het kan zelfs zijn dat ik in dit leven het nooit echt ga ontwikkelen. Maar ik ben al blij dat ik heldervoelend ben, dat ik de energie al heel sterk aanvoel. Dat is toch al beter als niets, denk ik dan. Dus ja, dat wil ik vandaag weer graag even delen aan jullie. Dus deze mooie starrenbeding van Blauwe Aventurijn. Een echte beauty. Ik ben er nu al heel erg dol op en die is natuurlijk ook van harte welkom. En ik ben van plan ook nog heel veel mee te gaan samenwerken en mij erop af te stemmen en zo. Dus ja, ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne tijd toe. Heel erg bedankt trouwens voor degenen die toch naar mijn video's kijken, die mij volgen. En ja, heel erg veel liefs van mij.